Ahora como que ahora no me imagino. ¿Qué tal? ¿Qué más? Cake sa frita, alam mo ang heel cake. Idrin Sahra, co-vlogger. Ugeel, Dwayne. Nimak mo! Yeah. Okay. Hi iedereen, welkom terug op mijn kanaal. Ik ben het ontwend. Ik heb zo lang niks gedaan. Ik heb zo lang niks gefilmd. Ik weet niet meer hoe ik een vlog moet starten. Ik kom net van Crystal. We hadden een fotoshoot. En ik moest dus een paar modellen opmaken. En ik heb vandaag weer een motje besteld. Ik denk dat in een van mijn laatste vlogs ik ook al motjes had besteld. En ik had een soort mukbang gedaan. Ja, dat was lang geleden. En ik heb vandaag dus weer motjes. En ik ga ze weer eten voor jullie. Als ik mochis bestel, dan neem ik wel fruit smaken. Dus kiwi, strawberry, dragon fruit. Ik neem niet echt snoepige mochis zoals speculaas of oreo. Let me see. Ik heb kiwi, strawberry, matcha natuurlijk en een dragon fruit. Ik wil even een strawberry eten. Nee doen! En dus, ik heb het voor de tweede keer geprobeerd. Maar het was ook niet goed hoor. Mijn lijstje zat er echt niet goed. Na zo lang heb ik weer striplijstjes opgeplakt. Dus check, ik doe echt mijn best hè, om een mooie vlog voor jullie daar buiten te zetten. Om een mooie vlog voor jullie te uploaden. Maar het lukt me niet. I'm sorry, maar vloggen lukt me echt niet meer. Ik ga nu mijn favoriete mochi eten. En dat is die mochi met kiwi. Dit is echt lekker. Hi guys, hoe gaat het met jullie? Ik kom net van het werk en ik heb wat eten gehad. En ik wilde gewoon een kleine mukbang filmen. Dus dat ga ik nu doen. Mijn tripod is stuk, dus ik moet mijn camera gewoon in mijn handen houden. En het is een beetje vermoeiend. Ik zoek naar een plek waar ik mijn camera gewoon even kan laten rusten. Oké, I agree. It's not the best angle. Maar ik wil het gewoon even voor elkaar krijgen. Want het is al 4:30, over 4:30. En straks is het lockdown. Om 6:00. En ik heb voor de hele dag niet gegeten. Omdat ik een 3 uren lange meeting had. Ik had 's morgens ook niet ontbeten, dus ik heb echt, echt super honger.
Ik heb zo lang geen Burger King gehad. You know what the best part is? Je patatzakje is vol. Je kijkt in je zakje. En dan zie je nog zoveel patat. Het is echt een slechte habit, hè. Zodra ik een beetje extra geld heb, koop ik junkfood. Ik weet het, we leven in een hele moeilijke tijd. Het duurt nu een tijdje voordat ik die 100 SRD bij elkaar geschraapt heb voor mijn junkfood. Vroeger kon ik het gewoon makkelijk kopen. Omdat zo'n meal volgens mij 50 of 60 SRD kostte. En nu kost het al boven de 100 SRD. Het is zo heerlijk. Bijna leeg. En ik ga mijn patatjes hierin zetten. Ik wilde eigenlijk chicken fries proberen. Maar toen hoorde ik de prijs. Toen was ik like, nah. Oké. Welke zijn jullie twee favoriete fastfood restaurants in Suriname? De mijne zijn KFC en McDonald's. Burger King komt op de derde plaats. En daarna heb je Naskip en Golden Wings. Veel mensen vinden Golden Wings lekkerder dan Naskip, maar ik vind Naskip toch wel. Ja, Naskip is voor mij boven Golden Wings. Ik heb een plastic straw gehad. Maar ik gebruik geen plastic straws. Ja, als jullie puistjes in mijn gezicht zien. Ik heb veel puistjes gehad de laatste tijd. Ik denk dat het ook het weer is. Ik heb heel veel hittepuistjes gehad. Hittepuistjes zijn van die kleine puistjes. En de mijne waren geïnfecteerd geraakt. Ik weet niet hoe. Maar ik denk omdat ik te lang in de zon was gebleven hoor. Ik heb een turkey bacon whopper. Dat is mijn vaste bestelling hoor. Echt mijn go-to bestelling. Hij is echt groot, wauw. Lijkt alsof hij groter is geworden. Dat is natuurlijk niet zo. Ik ben gewoon lang niet geweest. Ja. Neem mijn heel gezicht in beslag. Ja, het is dus dag eraan, hè. Vooral nu, hoe ik mijn vaste job heb. En hoe ik minder tijd heb. En ook vanwege de lockdowns. Heb ik niet meer zoveel tijd en zoveel ruimte. Om leuke video's te filmen. You know, om uit te gaan. Content te creëren. Dus ik dacht eraan om mijn channel gewoon tot een food channel te maken. En af en toe te vloggen. Dus wat denken jullie daarvan? Wat vinden jullie van dat idee?
Ik ben echt een foodie. Ik vraag me dit vaker af, hè. Als je medewerker bent van zo'n grote fastfood, van zo'n groot fastfood bedrijf, krijg je gratis eten. I would love that. Burger King heeft wel echt juicy burgers, hè? No lie. Oké, okay, vertellen jullie me verder hoe het met jullie gaat. Oh, kijk een hart. Dit is zo schattig. Ik denk dat ik na deze meal gewoon 3 kilo zwaarder ben. Hoi iedereen, welkom terug op mijn kanaal. Ik ben een beetje ziek, ja, en ik heb vandaag gewoon een beetje zin om te vloggen. Maar ik heb daarom een beetje make-up opgedaan, omdat ik echt ziek leek. Mijn wallen van het studeren, ja. Vandaag is er een total lockdown, dus ik werk van huis uit. Ik laat jullie mijn workstation even zien. Het is nu 1 uur en ik heb nog niks gegeten. Voor mijn griepje heb ik een beetje neem gedronken. That's all. Ik heb niks op mijn maag, dus ik ga nu even beschuitjes eten en ik ga door met mijn werk. Ik heb niks bijzonders in mind dat ik ga doen, aangezien het total lockdown is. Het is voor mij gewoon werken en studeren. Ik ben bezig met mijn thesis, dus niet studeren, maar mijn onderzoek doen. En mijn thesis schrijven. Wat nog meer? Ik ga zo meteen, ik denk, een eitje bakken en een brood eten. En ja, ik wacht gewoon even op mijn moeder. By the way, ik heb de laatste tijd heel veel buisjes gehad. Ik denk dat het door het weer komt en ook... mijn voedsel, want ik heb toch wel veel junkfood gehad. Maar ik heb hele vervelende buisjes gehad. Hi guys, ik ben thuis. Ik kom net van het zwabben. Ik heb symptomen, dus ik moest me gaan laten testen. En ik heb bijna 3 uren lang in de rij gestaan. Ik voel me nu een beetje overweldigd. Ik ben moe, de zon is zo fel. Ik heb honger. Dus ja, ik ga nu even eten. Ik kan me honestly niet voorstellen dat het zo ongeorganiseerd is. Maar goed, I made it. Hi guys, hoe gaat het met jullie? Het is vandaag maandag. En zoals jullie weten mogen we alleen op de maandag, woensdag en vrijdag over straat. Dus ik ben nu even over straat om wat inkopen te doen. Ik moet ook nog een paar andere dingen doen voor mijn business. Ik zou vandaag eigenlijk naar de bank moeten, maar het is niet meer gelukt. Ik had daarnet een 3 uren lange meeting voor het werk. Dus ja, een paar plannen heb ik moeten cancelen. Maar ik ben nu over straat en het is verschrikkelijk druk. Het is echt verschrikkelijk druk. Ik sta al volgens mij een kwartier. Ik heb een kwartier stilgestaan in de file. Nou ja, ik denk dat ik mijn vlog gewoon ga continueren, want ik heb een paar clips opgenomen die ik nog niet heb geüpload, dus ik ga het gewoon tot 1 vlog maken. Vandaag heb ik wel iets exciting. Ik ga een mukbang doen. Ja, na lange tijd. Ik ga een mukbang doen en ik moet dat eten gaan halen. Ik ben ook laat daarvoor. Ik heb die dame geappt, maar ze heeft niet gereageerd, dus ik hoop dat ik mijn eten nog krijg.
Laat me even kijken. Oeh ja. Ja, ik heb echt heel veel te doen. Guys, het is zo druk. Ik sta al zo lang in de file. So guys, ik heb een paar dingetjes al gedaan. Ik heb een beetje geshopt. Bij Modechic. Modechic? Volgens mij. Ja, volgens mij spreek ik het wel zo uit. Ik laat jullie mijn spulletjes zien. Ik heb de laatste tijd echt een weird obsession met Bath and Body Works. So, I'm so excited to use my stuff. Hi guys, ik ben er weer. Ik ben mijn customized tasjes komen halen. Ik had daar net een probleem met mijn telefoon, dus ik kan niet verder filmen voor jullie. Maar oké, ik moet nog even wachten, want ze zijn nog even bezig in te pakken of zo. Ik weet niet. Maar in de tussentijd wil ik wel een haul doen van mijn, ja, het pakketje dat ik heb gehaald bij Modechic. Dus ja, let's go. Als eerst heb ik deze body lotion. Sweet Pea. Sweet Pea had ik gebruikt toen ik nog op de middelbare school zat. Dus het is echt nostalgia. Ik heb daarnaast ook Mad About You body lotion. Ik heb dit ook gebruikt toen ik op de middelbare school zat. Daarna nooit meer. Beide van deze lotions. Beide lotions heb ik toen gebruikt. En ik heb het daarna gewoon laten liggen, want ik kan het nergens vinden. En ik heb ze eindelijk gevonden. Ik heb daarnaast een peeling solution. Even laten zien. Ik weet niet of ik, ja, ik weet niet of ik het goed doe, maar anyways. Laat me jullie even de backstory vertellen van waarom ik de Ordinary Peeling Solution heb gekocht. Ik heb een allergische reactie opgelopen. Ik weet niet precies waardoor het komt. Het kan door het weer komen. On en off, regen, zon, regen, zon. Dat zou een effect kunnen hebben gehad op mijn huid. Maar ik weet het niet precies. Het kan ook door iets gekomen zijn dat ik heb gegeten, waarvan ik niet op de hoogte ben. En ik heb heel veel bulten en puisten gehad op mijn gezicht en op mijn rug. Maar die van mijn rug is al een beetje aan het verminderen. Van mijn gezicht ook trouwens. Maar op mijn gezicht zijn er heel veel vlekken achtergebleven. Omdat ik onbewust met mijn nagels, vooral in mijn slaap, aan mijn gezicht heb gezeten. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik, ja, vlekken heb in mijn gezicht. Ik heb natuurlijk make-up op, dus ja, jullie gaan het niet kunnen zien. Het is niet zo erg hoor. Het is echt niet zo erg, want ik heb ook homemade maskers gebruikt om het een beetje te verzachten. De jeuk vooral, om die jeuk te verzachten. Maar die masks hebben ook geholpen die vlekken te verminderen, dus het is niet meer zo erg. Dus daarom dat ik ook niet meer zo dramatisch doe erom. Maar oké, okay, hij ziet er zo uit. Ik heb veel erover gelezen. Ik heb naar video's gekeken. Ik heb ook veel erover gehoord. Ik heb gehoord wat voor goede effecten deze peeling solution heeft. Dus ik ga het proberen. Ja. Voor de rest heb ik alleen maar wallflower refills, turquoise waters. Ik heb at the beach. Ik heb champagne toast. Ze ruiken allemaal zo lekker. En ik heb, oh, waar is die tag? Oh, het heeft geen tag. Ik weet niet meer wat dit is, hoor. Maar het ruikt ook lekker. Allemaal ruiken zo lekker. Dus ja, dit is mijn aankoop. Dit is mijn pakketje.
ja, mijn aankoop. En ja, ik heb ook mijn eten al gehaald van mijn mukbang. Dus kijken jullie uit naar mijn mukbang. Ik moet, wanneer ik klaar ben hier, denk ik dat ik even naar Missing Piece ga. Want ik moet een paar spulletjes verder brengen. Oh nee. Laat me even nadenken. Oh ja, daarna moet ik ook naar de winkel. Want ik moet inkopen doen. En ik denk dat ik woensdag dan naar de bank ga. En dat ik woensdag weer ga vloggen. I don't know. Ga ik woensdag uitrijden? Ik denk zo hard op na. Anyways. Ik zie jullie zo, guys. Guys, ik ben terug en ik heb al mijn dingetjes kunnen doen. Gelukkig, het is inmiddels 3:30. Het is 3:30. Ik vind die lighting niet zo mooi. Laten we kijken of ik het beter kan. Momentje hoor. Oké, guys, ik sta anders geparkeerd en die lighting vind ik nu veel beter. Ik wil jullie laten zien wat ik heb. Ik heb loyalty cards laten maken voor mijn business. Die TikTok. Kunnen jullie het zo beter zien? I do not know. Oeh. En hij ziet er van achter zo uit. Het says Lexi's Club. En bij elke 5e aankoop krijg je een surprise van mij. Dus ja, dit is hem. En ik ben super excited om dit aan mijn klanten te geven. Als jullie geïnteresseerd zijn in zulke kaarten, dan kunnen jullie Jen Media contacten. Verder heb ik ook paperbacks. Ik ga paperbacks laten bedrukken. Jullie laten zien. Dit zijn mijn paperbacks. Ik ben zo excited om de orders, de client orders hierin te verpakken. En een mooie tag eraan te doen met een loyalty card. Dus ja, ik heb dit alles vandaag opgehaald. Dit zijn de kleine bags. En guys, mijn business account is geband. Dus ik heb een andere moeten maken. Dus kunnen jullie me alsjeblieft volgen? Lexi's Luxury 2.0. Ik heb een nieuwe moeten aanmaken. En ik heb nu heel weinig volgers. Dus kunnen jullie me alsjeblieft volgen en me supporten? En nu ga ik overstappen naar mijn mukbang. Zo. Tot later, guys. Ik ga nu mijn mukbang opnemen. Dus kijken jullie zeker ernaar uit. Mwah.